Leidraad zien, 3-4. Zijn nu laat zien, vrouw Boer. Kleiterlaan, nummer 3, Master Classics Main Event. Ja, op zich niet slecht. Ik zat lekker te spelen, ik ben toch teleurgesteld. Want ik zat er heel lekker te spelen, totdat we over de deal gingen praten eigenlijk. Waardoor ik eigenlijk uit mijn comfortzone kwam. Waardoor ik het eigenlijk min of meer heb weggegeven weer. De laatste anderhalf uur, je hebt geen pot meer gepakt, hè? Nee, dat ook niet. Maar op een of andere manier was ik uit mijn comfortzone. Waarom liep de deal eigenlijk mis? Door die Zweedse jongen volgens mij. Kijk, volgens mij wilde hij al niet dealen, maar hij gaat toch mee om te gaan praten over een deal. En dus ik weet niet precies wat precies zijn beweegreden was. Maar daardoor kwam hij wel sterker mentaal uit die bespreken, want daarvoor kon hij ons niet natuurlijk. Ik denk dat door te praten over een deal, dat we een soort zwakte daar hebben getoond hebben. En daar heeft hij gewoon gebruik van gemaakt, denk ik. Ja, jij hebt het idee van die gast die gaat erbij zitten, maar hij wil helemaal niet dealen. Die wil gewoon zien hoe graag jullie willen dealen om... Daarom dus. Die nummer 4 kwam met die deal eigenlijk aanzetten, want ik was helemaal... Ik had er niet eens over nagedacht in principe. Maar op zich een goede prestatie tot de deal, tot het gesprek van de deal. Ik moet zeggen... Ik heb gewoon gepakt voor mijn gevoel. En dat is toch teleurstellend. Ja, echt, weet je. Je zit natuurlijk een paar dagen lang op de top van je kunnen te spelen. Ja, eigenlijk steeds stijg je ook, hè? Ja, precies. Tot de deal, zeg maar. En dan is het opeens afgelopen. Waren er op het einde nog een paar potjes die allerlaatste hand? Had je die misschien anders kunnen doen? Hè? Want ik weet zeker dat je dacht, scheid, ik heb er genoeg van. Die gast race me de hele tijd. Ik ga nou een keer kijken of als ik een 3 heb. Dat is het hem ook juist. Ik wilde hem op het laatst, zeg maar. Ik maakte het persoonlijk. Ja. Dat moet uit mijn hoofd. Dat is het enige. Hey, je hebt een prachtige prestatie geboekt. Ik weet dat we 2 dagen geleden stonden we ook al even bij elkaar. Ja, toen kwam je volgens mij voor Farid, voor Virat, denk ik. Ja, Virat, die een hele mooie voetbalpool gewonnen had ofzo. Dus jullie hebben met z'n allen wel een prachtig weekend, hè? Ja, wel op zich wel. Ja, sowieso wel. Ik heb lekker gespeeld en boven verwachting voor mezelf ook. Dus op zich is het een mooie prestatie, maar het kon beter. Heb je nog wat te zeggen tegen de mensen thuis? Ja, ik wil alle mensen bedanken die me zo gesteund hebben. Het was gewoon was mooi om mee te maken, zeg maar. Ja, want de laatste vraag, die entree, hè? Ja. Toen je binnenkwam, ik heb nog nooit zoiets gezien, man. Nee, ik ook niet, dus dat was wel een kippenvel moment. Dus op zich was alles goed, tot de deal. Tot het gesprek over de deal. En daar heb ik me vanzelf verloren. Maar goed, wel 150.000 euro rijker. Lijkt me niet weinig. Ja, maar geen bordje. Nee, het bordje staat er echt in dit keer. Sowieso heads up. Ik bedoel van, niet om mezelf een veer in mijn kont te steken, maar tot de deal was ik niet te grijpen voor ze. En dat is jammer. Thanks jongen, gefeliciteerd. Dankjewel.